Welkom vanuit Freedom Lab, onze nieuwe locatie met ingang van dit seizoen. Recht tegenover Artis. We horen hier de geluiden van de dieren. Prachtige plek. Maar jullie zullen wel denken, hey, wat zit hij daar nou alleen? Is Erwin Blom, die hier altijd naast me zit, al 5 jaar lang, is hij ziek? Nee, Erwin is niet ziek. Erwin is roadie van zijn dochter Pip Blom. Die 3 optredens in Engeland doet. En iedereen die Erwin volgt op de social media zal begrijpen dat hij daar natuurlijk bij wil zijn. Voor wie toevallig in Liverpool is morgen, ze treedt morgenavond op in de Maguire Pizza Bar. En donderdag in de New Cross in Londen. Ik zei al, we zijn in de Freedom Lab en aan tafel zit de directeur van Freedom Lab. Maar ik zei aan het begin al, we hebben een professorenuitzending. Dus ik moet zeggen, aan tafel zit professor dr. Roland van der Vorst, wat mij als niet gepromoveerd dokter anders toch een beetje nederig stemt. Roland, vertel eens, wat doe je? Ik ben dus directeur van Freedom Lab en ik ben enig in de week hoogleraar in Delft. In wat voor vak? Nou, ik zit bij de faculteit Industrieel Ontwerpen en mijn leerstoel heet Strategic Design for Brand Development, ingewikkelde term. Zo. Maar wat ik eigenlijk doe is, ja, die heb ik niet zelf bedacht. Strategic Design for Brand Development. Die heb ik niet zelf bedacht. Wat ik doe is, ik hou me bezig met hoe maak je eigenlijk van, hoe zorg je ervoor dat ontwerpen ook een merk worden, wat mensen willen hebben. Dus ik ben eigenlijk in mijn hele leven altijd al bezig geweest, ben ooit gepromoveerd op merkenbeleid, met de betekeniskant van innovatie, producten, technologie. Dus hoe zorg je ervoor, mensen kunnen prachtig, die ingenieurs kunnen geweldige dingen maken, maar die hebben vaak heel veel functies en die kunnen heel veel betekenen. En wat ik ze tracht te leren is om die betekenis te vatten en zo naar aandacht te communiceren dat mensen het ook graag willen hebben. Ja, voor wie zit te kijken, ik ben alleen, dus help me als je vragen hebt voor Roland van der Vorst. Stel ze via Twitter met hashtag FMT, Fast Moving Targets. Dan neem ik ze live mee in de uitzending. Een hele moeilijke leerstoel, althans de naam. De naam, maar het is eigenlijk heel eenvoudig. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Je komt ook oorspronkelijk uit de reclame. Ja. Hè? Dus die interesse met brands en hoe je dat communiceert, dat zit er al heel lang in. Ja, vanwaar die overstap, want je hebt die reclamewereld op een gegeven moment verlaten. Ja, ik had een haat-liefdeverhouding met de reclame. Dus ik ben ook tijdens mijn reclamecarrière aan het promoveren geslagen. Dus dan zat ik de ene kant van mijn leven zat ik klanten te adviseren op het gebied van branding en echt in de creatieve industrie en de reclamewereld. En dan zat ik in het weekend moeilijke boeken te lezen en me in de theorie te verdiepen. En die haat-liefdeverhouding had dus te maken met, enerzijds is de reclame een mooie wereld, omdat het gaat om creativiteit en slimme mensen. Maar tegelijkertijd is er natuurlijk ook een totaal gebrek aan intellectuele diepgang vaak. En die zocht ik toen. Dus ik heb altijd eigenlijk beide gedaan. Ik heb geprobeerd om dingen in gang te zetten en dingen te begrijpen. En die reclamewereld, na daar 8, 9, 10 jaar in gezeten te hebben, was het voor mij niet meer. Dat opportunistische ging een beetje de overhand krijgen. Ik kreeg ook steeds meer zin om me te bemoeien met de bewijskant. Dus ik was altijd bezig met de belofte. Oké, dat maakt het duidelijk. De bewijskant. De bewijskant wilde ik. Dan heb je een leerstoel, Strategic Design for Brand Development. Je zei het net al, ik moet kijken om het te noemen. Geef dan eens voorbeelden van de soorten onderzoek die bij jullie gebeuren. Je moet je voorstellen, industrieel ontwerp is de grootste ontwerpopleiding in Delft zo'n beetje ter wereld. Hè? 35 hoogleraar. En dat zijn mensen die alles weten van materialen tot aan mensen die alles weten van wat schoonheid is. En wat ik eigenlijk doe, om een voorbeeld te noemen, vorige week kwam er nog een student aan en die was in gesprek met Silicon Valley. En die had een hele mooie ketting bedacht, die als je die op een bepaalde manier op je hoofd zette, dat het een camera werd. Een soort Google Glass, maar dan anders en net beter. Nou, technisch was dat perfect. Silicon Valley is in geïnteresseerd en het ziet er ook heel aardig uit. Maar dan stel ik hele simpele vragen als, moet het een sieraad zijn? Is het een sportartikel? Is het puur voor de technologen? Wat moet de betekenis zijn en waarin is het anders? Dus dat is wat ik studenten leer. Hoe positioneer je dingen? We hadden net even. Dat klinkt bijna als marketing. Ja, het is een deel marketing. Hè? Het is ook een deel marketing, maar dan veel minder nadenken over hoe communiceer je dingen. Meer eigenlijk hoe positioneer je het? Hoe probeer je wat is de betekenis van wat je doet? Kijk, Tesla had op verschillende manieren gepositioneerd kunnen worden. Waarom is het zo briljant? Omdat die hoog in de markt erin zitten. En zei, ik doe het voor de mensen die op willen vallen en niet alleen goed willen doen, maar ook nog eens een keer willen laten zien dat ze goed doen. Heel slim. Nou, dus dat probeer ik studenten te leren. Hoe positioneer je dingen eigenlijk? En dat gaat iets breder hier bij Freedom Lab ook.
eigenlijk kijk ik altijd naar de... naar wat betekent technologie nou voor mensen. Wat ik bijvoorbeeld heel interessant vind, hè, er was net een gesprek over Internet of Things. Hè. Het ging ook over, kijk eens wat zelfrijdende auto's kunnen doen. En misschien is het wel zo dat wij straks helemaal geen rijbewijs meer hoeven te hebben. Of mogen hebben zelfs. Wat ik zo fascineert, wat mij fascineert dan vanuit mijn vakgebied aan die ontwikkeling is het volgende. Bijna al die toepassingen op Internet of Things gaan bijna allemaal over comfort en veiligheid. Het gaat bijna allemaal, hè, dus of het nou de thermostaat is, of het gaat bijna over comfort en veiligheid. Het is maar de vraag of mensen dat willen. Mensen hebben ook zoiets als een onderbuik. Misschien willen mensen wel in de auto rijden met 130 km per uur en vinden ze dat op een circuit niet voldoende. Nee, ik vind dat heel leuk. Dat bedoel ik. En heel veel mensen vinden dat leuk. Hè, de technologie is ook heel anders verkocht. Hè? Dus tot nu toe is technologie heel erg verkocht als vrijheid en individualiteit. Apple was individualiteit, ging over creativiteit. Auto's werden verkocht als de vrijheidsdrang. En nu zie je eigenlijk dat bijna al die nieuwe technologieën waarover praten, allemaal comfort en veiligheid is. Dat is duidelijk een trend. En ik ben dan gefascineerd, is dat het enige? Gaat er geen tegenreactie op komen? Nou, dat is bijvoorbeeld een voorbeeld waar ik de betekeniskant van technologie eigenlijk probeert te vatten. En dat fascineert me enorm. Ja, interessant. Je begeleidt studenten ook wel eens ergens bij ondernemerschap. En waarin natuurlijk het positioneren van je bedrijf in wat je doet ongelooflijk belangrijk is. Ja. Maar goed, je bent bijna een jaar geleden... Ik ben pas in mijn inaugurele reden, 11 november. Dus 11 ik ben november, pas, moet nog. Het moet nog komen, dat moet je binnen een jaar doen. Ah, vandaar, want ik belde een gezamenlijke vriend van ons, Michiel Buitenaar. Ja, ik zei, wat moet ik Roland nou vragen? En toen antwoordde hij, even kijken, wat gaat hij straks als professor oplossen? Toen dacht ik van... Hij is toch al professor, maar je moet je... Nee, ik ben officieel al professor. Ja, maar je moet je inhouden. Ik moet mijn reden nog doen. Wat ga je straks oplossen? Ja, goede vraag. Michiel. Nou, ik ga allereerst studenten helpen om datgene wat ze technisch bedenken ook zo te positioneren dat het een succes wordt. Op de praktische manier is dat wat ik doe. Dus gewoon leren denken in termen van positionering. Dat is de meest basale vorm die ik ga doen. Daarnaast wat me op het ogenblik heel erg fascineert is... Kijk, ik was eigenlijk heel erg... 7 jaar geleden, totaal niet meer geïnteresseerd in merken. Waarom niet? Omdat ik het eigenlijk een soort militaristische eenheidsworstmachine begon te vinden. McDonald's, Coca-Cola, het moest allemaal aan één concept voldoen en het is allemaal dit en anders zal het niet worden. Wat ik zo fascinerend, maar langzamerhand de afgelopen jaren vind ik merken weer interessant gaan vinden. Waarom? Omdat merken veel fluïderder worden. Dus Apple... was een computer, wordt een auto, wordt een horloge, wordt van alles. Dus die merken worden heel fluïder. WeChat, dat vind ik een fascinerend voorbeeld in China. Dat wordt van alles. En als iets alles kan worden, wordt het niks. Dus wat mij fascineert is, wat is nou de identiteit van zo'n merk nou? Als het alles kan worden. Dus wat ik, en dat ga ik ook 11 november, ga ik er iets over zeggen. Ja, dat is natuurlijk een fascinerende ontwikkeling van de laatste paar jaren. Dat in feite iedereen alles kan gaan doen. Ja. Iedereen kan alles doen. Ik denk dat het komt doordat technologie onderdeel is geworden van alles. Klopt. En dus als je expertise hebt op het ene gebied, kun je dat ook toepassen op een ander gebied. Maar het is wel relatief nieuw. Het is relatief nieuw. Het heeft heel veel met digitalisering te maken natuurlijk. Ja. Dus als alles gedigitaliseerd wordt, heb je bouwstenen waar iedereen dingen mee kan opbouwen en van alles kan maken. Toetredingsdrempels zijn lager geworden. Goed voorbeeld nu, dus dit weekend weer, Snapchat. Gewoon een app. Die komen met de bril, hè? Komen de bril. Ja. Die zegt, we zijn geen messages, we zijn een brillenbedrijf. Een augmented reality. Nou, dat fascineert mij. Want je kunt het allemaal wel doen. Even bijvoorbeeld, Dyson is ook aan een auto bezig, bijvoorbeeld. Hè? Maar wat is Dyson nog als het en een auto is, een stofzuiger en een wasmachine? En wat is het dan nog? En op basis waarvan maak ik een beslissing voor een Dyson-auto ten opzichte van een Tesla? Je kunt wel van alles gaan doen, maar uiteindelijk vragen mensen wel af, wie ben je nou eigenlijk en wat doe je nou eigenlijk? Nou, daar wil ik onderzoek naar doen. Maar dan gaat het veel meer over imago, reputatie, dan over de klassieke brand uit de reclamewereld. Ja. Ik zelf erger me daar al heel lang. Nee, die reclamewereld, dat gaat heel erg over sugarcoating. Hè? Dus hoe maak ik er iets van wat mensen... Maar waar ik veel geïnteresseerd ben, is meer identiteit. Wat ben je nog als bedrijf, als je zoveel kunt worden? Dat heeft me altijd gefascineerd. Ja. Ook in mijn persoonlijk leven, want ik heb heel veel gedaan. Mensen vragen mij ook, wat ben je nou? Ja, dat vroeg ik me ook af toen ik dit gesprek zat voor te bereiden. Want dat hoogleraarschap is natuurlijk hartstikke leuk voor één dag in de week. Ja. Maar in het dagelijks leven ben je... Ja.
directeur van Freedom Lab, waar we hier te gast zijn. Ja. Daarvoor zat je in de reclamewereld. Lijkt me, ja, weet je wel, dat roept toch de vraag op van wat doe je nou? Wat doe je nou eigenlijk, ja. Want Freedom Lab, misschien moeten we daar even over hebben. Graag. Freedom Lab is van Dazin, ja. Investeringsmaatschappij, ja. Bekend van Frank Botman. Ja. Wat is de doelstelling van Freedom Lab? Daar ben je directeur van, hè? Ja, daar ben dat is jouw baan. Dat is mijn baan, precies. Ja, ja. Okay. Ja, anders ook een baan, maar dit is echt mijn hoofdbaan, zeg maar. Ja. Nou, ik zal even heel kort iets over de... Wij zijn begonnen ooit als investering, of als een onderzoeksinstituut. Freedom Lab is ooit begonnen als een onderzoeksinstituut dat onderzoek deed naar de impact van technologie op het dagelijks leven van mensen. Zo zijn wij eigenlijk begonnen. En daar... Financier door? Ja, dat was toen eigenlijk... Was er een samenwerking al met Frank en Dacier, ja. Met toenmalige Seerte. Ja. Dus er was een grote bekend samenwerking. Bekend van investeerder in de Telegraaf. Precies. De Talpa. Precies. Dus we hebben eigenlijk altijd een nagedacht over... Eigenlijk een ander perspectief ingebracht. Als je investeringen wil doen, dan kun je naar technische dingen kijken. Kun je naar financiële dingen kijken. Maar je kunt ook kijken naar... Wat gebeurt er nou op technologiegebied? En hoe kunnen inzichten over die impact van technologie mensen nou helpen? Nou, dat doen we nog steeds. Maar we hebben er iets aan toegevoegd en we hebben eigenlijk gezegd, we kunnen niet alleen, dat onderzoek kunnen we ook gebruiken om organisaties te helpen om hun problemen op te lossen, om het heel simpel te zeggen. Dus onze doelstelling is eigenlijk dat we de impact van organisaties willen vergroten, we willen helpen hun impact te vergroten, door de middel van dat onderzoek, door middel van al die technologische inzichten die we hebben, hen helpen om goed over zichzelf na te laten denken. En daar hebben we een soort methodologie voor. We zijn heel goed in staat om dat soort processen te faciliteren, directies hier uit te nodigen en niet alleen maar te zeggen, daar gaat de wereld naartoe, maar hen ook heel een goede manier uit te nodigen om daarover na te denken en na te denken over wat de impact van al die ontwikkeling is op hun voortbestaan, op hun strategie. Dus dat is eigenlijk wat we nu doen. Ja, dat klinkt nog steeds een beetje vaag, want ja. Als je het heel concreet maakt, jullie verhuren bureaus. Ja, dat is dus, ja, dus we zijn een eigenlijk... Een soort co-working ja. Hok. Ja. Ja, dus wat ik net nou, zei... heel mooi hoor, ik bedoel er niks vervelends mee, maar, nee, maar wat jullie ik... doen consultancies ja. Eigenlijk dan, wat je ja, vertelt. Klopt. Want je helpt bedrijven en directs, ja. Maar je bent ook een soort workshop. Ja. Ja. Nou, we doen twee dingen. Wat ik net zei is onze consultancy-tak. Daar helpen we bedrijven mee... Met sessies te doen en vanuit de technologie helpen we hen om problemen op te lossen, om heel simpel te zeggen. Daarnaast hebben we deze space, deze ruimte. En daar nodigen we bedrijven uit, waarvan wij denken die we interessant zijn. Zoals jullie, maar ook andere bedrijven. Om hier te komen werken. En we proberen steeds meer te kijken. We proberen eigenlijk een cultuur te creëren waarin die mensen elkaar inspireren. Daar komt het eigenlijk op neer. Waardoor ze elkaar aanspreken aan de gang en denken, hey, jij bent hiermee bezig. Hey, wat interessant, ik ben hiermee bezig. Kunnen we misschien wat samen doen? Of kan ik je voorstellen aan die kan je misschien helpen? We willen een hele inspirerende omgeving hebben. En soms is het ook zo dat we die mensen gebruiken voor onze sessies. Hè, dus bijvoorbeeld een bedrijf als Jam zit hier. Nou, die gebruiken ons heel erg bij die sessies. Maar bijvoorbeeld ook Maarten den Braber. Hè, die ook vaak... Ja, Singularity. Singularity University. Ja. En zo zijn andere mensen die we heel specifiek, als we bepaalde expertise nodig hebben, uitnodigen om deel te nemen aan die sessies. Dus dat zijn wel twee verschillende activiteiten, maar die versterken elkaar heel erg. Want we geloven juist dat... Ja, en wat is dan het belang van Dazin om dit te hebben? Nou, ook die wereld verandert. En ook daar, als je verstandige investeringsbeslissingen wil nemen, zul je moeten laven aan meersoortige inzichten dan alleen maar de benchmarking of alleen maar zuiver economische inzichten. Dus, ja, dus ook kennis over trends en ontwikkelingen. Ja. Maar ook iemand als Harun Scheik, filosofen die we hier rond hebben lopen. Het zijn allemaal verschillende inzichten die ook te goede komen aan de beslissingen die daar worden genomen. Ja, nou, hoe past dit in jouw logische carrière stap van de reclamewereld naar zo'n kennisinstituut bijna? Ja, nou ik heb eigenlijk altijd, ik ben begonnen ooit in de R&D-afdeling van een reclamebureau. Dus ik heb altijd strategie gedaan. Dus ik ben altijd geïnteresseerd geweest in kennisontwikkeling. En ik heb altijd in de creatieve industrie gezeten, dus ik heb het altijd geweldig gevonden om met creatieve mensen nieuwe dingen te bedenken. Nou, dat is wat we hier ook doen. Het enige is, we doen hier geen communicatie en we doen hier geen branding in de klassieke zin van het woord. We denken veel meer na over innovatie. En dat is een bewuste stap, wat ik al zei, die ik de afgelopen jaar heb genomen. Ik wil uit die belofte-industrie en ik wil naar de, wat ik even noemde, bewijsindustrie. Ja. Dus me bezighouden met, ja, wat doe je nou feitelijk als je dit allemaal belooft. En wat kun je nou doen? En hoe kan die innovatie daarin helpen? Ja, dan ben je directeur van dit prachtige instituut. Als je nou je functioneringsgesprek hebt elk jaar, je zit met Frank Botman, waar word je dan op afgerekend? Nou, op een aantal dingen. Eén is de kennis die we opleveren.
Zijn er is dat te vatten? Is dat concreet te maken? Nou, dat blijft altijd zo vaak. Nou, dat is, nou kijk, ja. Wij doen namelijk nog meer dingen. Kijk, we hebben ook regelmatig gesprekken met de investeerders bij Dassim. En die inspireren we ook met inzichten. Dus, okay. Dus het is niet zo dat we dat voor onszelf houden, dat delen we ook. Dus dat is één. De tweede is, dit moet een inspirerende plek zijn waar jong talent op afkomt. Dus we willen ook bijvoorbeeld, we zijn nu niet toevallig, nog een paar plekken open hier op de campus voor wat we noemen een expert in residence. Dus we zijn op zoek naar mensen waarvan wij denken, hey, die zijn interessant, die weten iets, die hebben iets met technologie, die vinden het leuk om in zo'n omgeving te zitten. Dus ook dat is een belangrijk punt waar ik op afgerekend word. Ontstaat hier een sfeer waarin mensen elkaar inspireren? En de derde is natuurlijk ook gewoon, ik moet omzet binnenhalen en ik moet zorgen dat het gewoon drijft. Dus dat, is, dat zijn zeg maar de drie hoofdzaken. Ja. Ja. Hey, ik zit even te kijken welke vragen er nog binnenkomen. Er is ook nog een vraag van onze gezamenlijke vriend Michiel Buiten. Ah. Die vraagt, hoe ziet de toekomst van de reclame eruit? Jouw oude vak? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat daar gebeurt natuurlijk daar zie je twee bewegingen. Daar zie je namelijk dat enerzijds wordt het een tak die volledig analytisch is. Die op basis van het goed analyseren van consumentengegevens op een hele rationele basis probeert en op test-based basis probeert mensen te overtuigen. Dus dat is één kant die heel anders is dan de oude reclame. Die echt veel meer over analytics gaat, die veel meer gaat. Dat wordt denk ik een enorme bulk. En er blijft een hele kleine bovenlaag die, denk ik, die heel goed is, die twee dingen kan. Die namelijk heel conceptueel kan denken en de boel aan elkaar kan rijgen. En ook technologie simpel kan maken. Kijk, wat goede reclame mensen kunnen, is iets simpel maken, eenvoudig maken, zonder zeg maar de complexiteit geweld aan te doen. Omdat ze alles in 15 of 30, 35 seconden moesten zeggen, of 60 seconden. Dus die kunnen heel goed de essentie van iets duiden en daar een concept aan verbinden. Dat is een unieke kwaliteit, waarvan ik denk dat nog steeds veel reclamebureaus... maar dat is maar een hele kleine toplaag, een internationale toplaag, waarschijnlijk internationaal, die dat doet. En als ze dat kunnen, kunnen ze ook helpen regisseren. Want fragmentatie neemt natuurlijk enorm toe in die wereld. Ja. Dus ik denk dat, maar dat hele midden van al die bureaus die het een beetje doen, een beetje het een voor een beetje van de ander, dat verdwijnt. Of de prijzen, de tarieven gaan zo omlaag dat ze talent niet kunnen vinden. Want als je nu echt talent hebt, dat zie ik in Delft ook, dan ga je dingen maken, dan ga je niet dingen beloven. Ja. Dus dat talent moet je oppassen. Dat is dat het ook een beetje, dat imago van die reclame? Ja, natuurlijk. Dat het verkopen van dingen die niet per definitie de waarheid of echt zijn. Ja. Of dat er ook dat kleeft de transparantie natuurlijk belangrijk is geworden. En dat, het, ja, wat jij zegt, mensen als ze wat kunnen, gaan ze misschien gewoon iets maken. Gaan ze iets maken. Beginnen ze starten. Ja. Dus als je creatief bent en je bent slim, ga je dat doen. Ja. Dus je ziet ook dat als je niet kiest, dat gewoon dat talent gewoon weg gaat lekken. Dus je hebt al die data-analytici, die heb je allemaal. Dus dat gaat allemaal aan die ene kant. Ja. En dan heb je dat toplaagje. Maar dat, ja, dat... Dus die wereld vraag van Twitter, Bert de Boer. Is het niet zo dat de wereld zo snel verandert dat de verandering als merk de enige constante is in de positionering? Ja, als merk? Nou, dat is heel supergoed. Dat is precies namelijk wat ik net probeerde te zeggen met wat ben je nog als je alles kunt worden? Als je voortdurend verandert, als Apple inderdaad straks van alles wordt, ja, moet je dan niet gewoon zoals Madonna in feite... De positionering van Madonna was altijd, ik kan bijna alles worden. Ik ben een chameleon, zoals Bowie dat in feite ook was. Dus dat je positionering bijna chameleontisch wordt. Dat is een mogelijkheid. Maar mensen zijn toch altijd op zoek naar een vorm van herkenbaarheid. Mensen willen toch, als je het keuzegedrag van mensen wil beïnvloeden op een of andere manier, zul je uiteindelijk, zeker als de concurrentie toeneemt, toch moeten zeggen, hey, dit ding is op dit punt toch net iets anders dan dat andere ding. En wat je dan zegt, moet wel verband houden met alle andere dingen die je doet. Dus ja, dus ik ben juist op zoek naar en dat wordt de komende jaren ook mijn onderzoeksfascinatie. Nou, wat is nou herkenbaar in die veranderlijke wereld? Hoe kun je toch herkenbaar worden in de veranderlijke wereld? Dat is... Daar wordt natuurlijk heel veel over gesproken. De vraag die dan opkomt is, gaan dan de grote organisaties, we hadden het daar aan het begin van dit gesprek ook al even over, gaan die dat dan überhaupt redden? Want je ziet toch dat die vaak natuurlijk veel meer moeite hebben om genoeg flexibiliteit te tonen om mee te gaan met die razendsnelle ontwikkeling. Ja.
Twee dingen daar. De eerste is, ze kopen het gewoon over. Ze hebben nog steeds, de grote worden groter, dus, en die blijven ook groter. Hè? Dus winner takes all-achtige principes zie je natuurlijk zeker in de digitale wereld heel erg. Dus probeer nu nog maar eens even het kapitaal en de netwerk van Google of Apple te evenaren. Dat is heel moeilijk. Dus je hebt in ieder geval middelen om de kleintjes op te kopen. Maar wat wij krijgen hier ook veel grote organisaties van mensen die zeggen, ja, wat moeten we eigenlijk met al die technologie? Dus ja, er zijn natuurlijk altijd grote organisaties die daar enorm mee worstelen. En die, een deel zal inderdaad afvallen. Maar ik denk ook dat groot niet weg is. Er wordt nu heel gezegd, de toekomst is aan de kleintjes. Nou, dat valt wel mee, want je ziet juist een enorme concentratie van macht ontstaan. Ja. Enorme concentratie van macht ontstaan. Ik denk dat ook hoor. En het soort van budgetten wat dit soort... bedrijven toch nog steeds kan vrijmaken voor R&D en aantrekken van talent. En aantrekken van talent, weet je, dat geeft je zo mega voorsprong op alles en iedereen. Zierlijk, als je kijkt naar de grote bedrijven die studenten in Delft wegtrekken. Wat ik wel heel interessant vind is, kijk, het gaat ook, die grote bedrijven, veel grote bedrijven, die zijn niet zo goed in risico nemen. We hadden het net heel even over Hillary en Trump, hè, toch even. Dat ons dat voor dat uitzending. Ja, maar wat ik zo fascinerend... Wel de actualiteit van vandaag. Ja. Precies, ja, maar dat fascinerend vind is dat Hillary de strategie heeft gekozen om geen risico te nemen in dit debat. Dat ze eigenlijk zegt... Voor wie dit on demand zit te kijken, afgelopen nacht was het eerste verkiezingsdebat tussen Clinton en Trump. Ik ben er om 3 uur voor opgestaan. Ja. En we hadden het voor de uitzending uit. Hadden het recht. Nou, kijk, wat ik daar interessanter vind, hadden we het net over, is dat Hillary kiest daar gewoon een positie en zegt, ik neem geen risico. Dat is eigenlijk waardoor ik denk dat ze enorme risico's loopt. Enorme risico's. Ik denk dat Trump een hele goede zet heeft gedaan vandaag. En dat vond jij ook. Ja, we waren het over. Ze was enorm defensief. Ja. En straalt daarmee voor mij geen... kracht en energie uit. Nee, en dat zie je bij veel grote bedrijven natuurlijk ook. Die denken, weet je wat, ik neem geen risico. En dan zal het misschien wel goed gaan. En dat zie je natuurlijk wel. Veel van de bedrijven die weer hier komen, die proberen we eigenlijk om te laten gaan met risico. Want het nemen van niet risico is veel risicovoller dan het nemen van wel risico in deze wereld. Dus als je grote bedrijven, als die maar denken, ik neem geen risico, ik blijf bij wat het is. Dan komen er altijd uitgesproken concurrenten die voor je het weet je opvreten. Ja, en dat gaat allemaal over positionering en branding. Dat is ook jouw leerstoel aan de Technische Universiteit in Delft. Maar dat is volgens mij ook wat je hier in Freedom Lab uiteindelijk veel doet. Hè? Ja. Je zei net van, we hebben hier veel grote bedrijven vanuit de consultancypoot die we helpen met technologie en dat soort vragen. Daarnaast heb je Dazim als aandeelhouder van Freedom Lab, of eigenaar, wat moet ik zeggen? Eigenaar. Kun je nou eens voorbeelden geven van, je zei dat er ook met de investeringen die Dazim heeft in andere bedrijven, dat je daar ook mee helpt? We doen niet direct, we doen het volgende. Maar kun je eens voorbeelden geven van hoe de kennis die hier... Ja. Gegenereerd, verzameld, ontwikkeld wordt, hoe dat weer ten goede komt aan Dazim, maar ook aan de bedrijven die daaromheen hangen. Ja, nog even één ding. Kijk, mijn expertise is vooral positionering, maar in mijn team zitten mensen die alles van blockchain weten. Er zit Jeroen van Maastricht, die weet alles van game design thinking. Dus we hebben een heel divers team. Dus het is niet zo dat wij... Dit is toevallig het perspectief dat ik inbreng vaak, namelijk wat is je identiteit in het licht van al die veranderingen. Maar we hebben heel veel verschillende perspectieven die we tijdens sessies inbrengen. En dat is ook vaak de meerwaarde die we hebben. Wat we doen is op verschillende manieren. Een van de dingen die we doen, we hebben een thematisch framework, een onderzoeksframework, waarin we de grote lijnen, wat zijn nou grote lijnen die we zien? Internet van informatie, internet van mensen, netwerken, internet van dingen, internet van genen. Dat zijn allemaal grote bewegingen die we zien. En we kijken, die analyseren we en daar hebben we thema's aan verbonden. Die thema's zijn ook een leidraad of die helpen Dazim bij het zoeken naar investeringen. Dus dat is één. Er is een soort thematische overlap waarin we kijken. We denken dat dit gaat spelen. Ja, maar dan gaat het bijna om van, weet je, als je een beeld hebt van de grote trends en ontwikkelingen, kun je. En een investering moet daar natuurlijk in passen. Die moet erin passen, exact. Dat is dan de redenering. Dat is de redenering, die moet erin passen. Of dat kan mensen die bezig zijn met investeringen op ideeën brengen. Dus heen moeten we daar eens naar kijken. Dat is heel concreet waar de samenwerking zich eigenlijk voornamelijk op richt. Hè. Dus het onderzoekskant die wij doen. Die komt ten goede aan datgene wat we dat zien moet.
Nou, daarnaast, de bedrijven die helpen we met veelsoortige vragen. Dat gaat, gaat over wat moet de toekomst van de supermarkt zijn, tot aan hoe moet een pensioenverzekeraar zich gedragen in het licht van al die veranderingen. Die vragen zijn heel breed. De bedrijven die komen hier met vrij brede vragen op ons af. Mm-hmm. Ja. Ja. Ik had het idee dat jullie, dat het belangrijke onderdeel is ook de coworking spaces. Ja. Ook volgens mij onderdeel van de filosofie namelijk om die kennis binnen te krijgen. Ja. Daar heb je volgens mij nog wel ruimte, of niet? Ja, we hebben ruimte. Dus heel graag... Nee, ik dacht, ik geef je even de daarom, dus ik heb het net al genoemd, dus ik wil heel graag mensen uitnodigen. Dank je wel daarvoor. Ik dacht, wat is een goed moment. Ik wil heel graag mensen uitnodigen. We hebben een Expert in Residence programma, wat we noemen. We zoeken mensen om hier op de campus bij ons te zijn. Kijk op de site www.freedomlab.org. Experts op een bepaald gebied. Heb je een fascinatie voor technologie? Vind je het leuk om dat te delen met mensen? Please... kijk op de site, we hebben nog plekken. Heel graag. Ja. Vraag van Michiel Buitelaar. Is de Nederlandse creatieve industrie de afgelopen jaren veel verder gekomen, ook zonder jou? Nou, dat vind ik wel een hele... moet ik daarop zeggen? Nee, dat is totaal niet. Ik heb even in Singapore gewoond, dus is die dat wel... Dat heb je ook dank nog je, gedaan. Dank ja. Je, ik heb, ben even weg geweest. Nou kijk, de creatieve industrie in Nederland is natuurlijk een enorme brede tak van bedrijven. Dat is reclame, dat is design, dat is architectuur, dat is mode. Dat is natuurlijk Allemaal op één hoop. En sterk gefragmenteerd. De ene branche gaat beter dan de andere. En wat je wel ziet is dat die fragmentatie soms de slagkracht in de weg staat. We hebben heel veel losse architecten. We hebben heel veel losse designers. Terwijl je zou willen dat af en toe de slagkracht wat groter is. Dus ik geloof heel erg in dat we niet alleen moeten kijken naar wat is dat nou als een specifieke industrie. Maar hoe kunnen we de chemische industrie creatiever maken? Of hoe kunnen we de... financiële instellingen, ja dat klinkt een beetje raar creatief, maar hoe kunnen creativiteit daar gebruiken om die te verbeteren? Dus ik zou het veel meer als een soort creativiteit insight willen positioneren dan alleen maar het te zien als een bedrijfstak die op zichzelf staat. Ja, hey, hoe houdt Freedom Lab zich overeind tussen die al dat geweld van de coworking spaces en, nou, kijk, de start-up accelerator. Ja. De coworking space is... Die begeven natuurlijk een beetje op dat terrein. Ja, maar kijk, de coworking space alleen is voor ons niet de grootste business. Hè? Dus voor ons is het echt, we willen hier echt iets creëren. We zijn ook heel selectief. We willen ook gewoon kijken, zijn er mensen die bij ons passen? En we willen ook een cultuur creëren van echt van kennis delen. We willen mensen misschien ook inzetten voor de consultie die we doen. Dus bij ons is dat iets meer verweven. En daarin zijn we denk ik echt anders dan alleen maar een louter een verhuurlocatie. En zo willen we dat ook zijn. We zijn heel erg sterk gericht op die cultuur. Dus daarin denk ik dat we ons echt onderscheiden van al die andere coworking space. Ja, nee, helder. Ja. Nou, wij zijn in ieder geval blij dat we hier het komende jaar onze studio mogen... Zijn. Hebben. Ja, kom langs. Ik zei net al, wat ik een van de dingen die ik heel geweldig vind dat jullie er zitten, is dat we willen ons meer openstellen. Nee, we waren natuurlijk ook soms wat gesloten. En dit is gewoon een te gekke manier voor ons om ons nog meer open te stellen. Dus reageer op de site. En dat gaan wij ook een beetje provoceren, want ik riep net al van, wij roepen altijd van, goh, ben je in de buurt, kom langs. Precies. Dat is ook een beetje het idee. Ja. En dat is dus vanaf nu op dinsdagavond. We zitten recht tegenover Artis aan de Plantage Middelaan. Freedom Lab is, zoek het even op. En dinsdagavond om 9 uur ben je altijd welkom bij onze live uitzendingen. Roland, hartstikke bedankt dat je wilde toelichten wat jullie hier doen. En vooral, we gaan je volgen op de Universiteit van Delft als professor. Leuk. November? November, 11 november. Ga je oreren? Ja, 11 november. Oké, hartstikke leuk. Dan zit het er alweer op en moet ik de aftiteling doen die mijn maatje Erwin Blom altijd doet. Dus die ken ik nog niet uit mijn hoofd. Het belangrijkste daarbij is dat we onze sponsoren natuurlijk noemen. De belangrijkste, althans vanuit het perspectief van Erwin M. Nee, je mag nooit onderscheid maken tussen sponsoren. Er is geen belangrijk of minder belangrijk. Een van de sponsoren is Bier & Co. Die levert ons allerlei lekkere biertjes elke week weer. Waarvoor dank. Streamzilla doet de livestreaming. Waardoor jullie dit thuis ook gewoon kunnen kijken. 2ML verzorgt de hosting van de website fastmovingtargets.nl. En Freedom Lab is
dit jaar onze sponsor, want die stelt ruimte ter beschikking van waaruit wij deze uitzending kunnen doen. Volgende week om 9 uur zijn we er gewoon weer met een Fast Moving Targets, met topnames zoals het programma heet, met 2 nieuwe gasten. Kijken dus, tot ziens, dag.